Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Hey, jullie zien het goed? Ik ben niet in de studio, heel goed. Ik liet je even denken, maar ik ben niet in de studio. Ik ben thuis, want deze week neem ik jullie eerlijk mee op een heerlijke weekvlog. Elke dag ga ik jullie even meenemen in mijn dag. In de bijzondere dingen, in de minder bijzondere dingen. En we beginnen hier op dinsdagochtend. Het zou logisch zijn om op maandagochtend te beginnen. Echter was ik helemaal gesloopt. We hadden 3 shows dit weekend. Zaterdag had ik een clipshoot. Dus ik kon niet meer. En trouwens, ik ben ook de baas. Wij willen duidelijk zijn. Ik ben de baas. Het lijkt allemaal zo van een leien dakje te gaan, maar dat is het zeker niet. Want ik ben bijvoorbeeld gisteren mijn portemonnee nog verloren. Ik ga zo als eerst even naar de kapper, want dit kan echt niet meer. Dus dat gaan ze even voor mij moeten fixen. En dan ga ik later vandaag richting Amsterdam, want Frank en ik hebben een leuk idee. Maar daar moeten we even over brainstormen, dus ik ga even naar zijn kantoor toe. Maar voordat we dat gaan doen en meteen keihard aan het werk gaan, eten we eerst even een lekker bakje bessen met kwark, wat spelt en wat holy moly crunchy muesli chocolate, raw grain oats en dark chocolate. En natuurlijk een heerlijk bakje koffie. Ik zie jullie zo. Zoals je kan zien ben ik weer helemaal fris en fruitig. Kijk even. Hup. Dan voel je meteen toch weer een stuk lekkerder. Sinds kort heb ik dus een stylist. Ze heet Aisha. En zij zorgt eigenlijk dat ik elke maand gewoon even een paar outfitjes heb. Dus gisteren heeft ze mij 10 outfits gestuurd. En die heb ik dus ook meteen besteld. En vandaag heb ik al het eerste item binnen. Het is niet heel spannend, want het is gewoon een grijze trui. Maar ik ga hem toch even laten zien. Nou, hey. Dit is cool. Met een gek rafeltje hier zo. Kijk, en zo ziet dat er dus uit. Een pdfje. Dit is dan voor september. En hij heeft dus allemaal outfits. Kijk, en dit, die heb ik dus net binnengekregen. Dus ik moet een wit shirt erbij dragen, een spijkerbroekie. Deze schoenen had ik al, maar die waren te klein. Dus die heb ik nu opnieuw besteld. En de tas is ook onderweg. Dus ik heb alleen nog maar het truisje, maar... Kijk eens even. Huh? Hey. Koekoek. Ik moet dus wel een wit shirt eronder doen, maar ik vind het niet gek. Ja, leuk. Hey Frank, ik doe een weekvlog. Sinds wanneer is dit? Sinds deze week. En dat heeft een reden. Omdat ik jou deze week 4 keer zie. Wat doe je nog meer deze week? Of ben ik het vooral? Dat jij bent het vooral. En je hebt een upgrade met de camera, zie ik. Ik heb een microfoon gekocht. Rut, we zien elkaar 4 weken. Niet tijdens het uitgaan, dat is dan wel weer jammer. 4 dagen. Vier weken, dan zou ik echt mezelf van kant maken, denk ik. Dit is een weekvlog, 7 dagen lang. Nee, 5. Ik ben vanochtend begonnen en ik eindig zondag. Hé, hey, maar vriend, wat hebben we een fantastische meeting gehad. We hebben echt een waanzinnige meeting gehad. Ja. Mogen we het al zeggen? Ja. Ja? We gaan een podcast beginnen. Ja. En hoe het zich allemaal gaat uiten, moeten we nog even kijken. Het wordt smerig. Het wordt sowieso heel erg leuk, denk ik. En ja. Ik denk dat het bij jou ook vooral zit van hoe kunnen we jou een beetje remmen. Dat is nu moet ik opeens geremd worden. Ja, want ik denk dat jij echt alle kanten op gaat. Maar ik heb er wel ongelooflijk veel zin in. Ja. We gaan ongelooflijk veel lachen samen. Dus daar, het wordt wel echt fantastisch. En we gaan op zoek naar onze romantische klik. Ja, op onze romantische klik. Ik heb een paar signalen gegeven. Ik hoop dat je het hebt gemerkt tijdens de video. Je reageert er nog niet echt op. Nee, dat klopt. Maar mijn ouders kijken ook. Je ouders kijken ook? Ja, ik doe wel een beetje... Ja, daar moet ik ook wel een beetje rekening mee houden. Want ik wil je moeder ook niet echt even een beetje... Zijn ze nog gelukkig? Hey, bedankt voor deze fantastische middag. Ik zie jou morgen weer. Dus morgen zet ik je weer op de camera. Of Frank, elkaar weer. Constant als ik dan zeg van tot morgen, dan ben je het alweer vergeten. Hoeveel drink jij, joh? Je komt zelf met die planning, hè? Afgelopen weekend heb ik wel heel veel gedronken. Wat heb je gedaan dan? Pubgolf. Heb jij wel eens een whisky cola en een gin tonic? 2 van die knoepers. Dus een gin tonic is echt een vissenkom. Zo'n whisky cola, dat is gewoon zo'n lang, smal glas. Hoe? Ja, precies. Ja, ja. Zo. Oké. Zo, en als je dat laatste beetje dan ook nog wil, dan moet je dat even eruit schudden. Ja, precies. Oké, ja. Heb je wel eens het achter elkaar geat? Nee. Word je best wel dronken van? Goed verhaal. Ik ben niet eens jarig, maar vandaag is mijn dag. Ik voorspel. Je hebt helaas verloren met pingpong. Ik vond het leuk om met je te spelen. Ik vond het wel heel opvallend dat je op een bepaald moment hem uitzette. Kan je even zeggen van... Gefeliciteerd, ja, Rut, dat je precies, begonnen met pingpong. Matchfixing, een term die je vast al vaker hebt gehoord. Ik zie jou morgen, vriend. Ga lekker bij de Laplace zitten. En zien we elkaar op een andere moment. Als je homo bent, dan ben je super gay. Ik vind het tijd dat je gewoon...
Zitten we in de auto. Goede meeting gehad. Jullie hebben het net gehoord, een podcast. Laat even weten hier beneden in die comments of jullie naar die podcast zouden luisteren. Dat maakt ons ook wat meer hyped om eventuele afleveringen op te nemen. Het staat nog wel echt in de kinderschoenen nog. Maar wie weet kunnen jullie het al snel luisteren. Ik moet straks weer terug naar Amsterdam. Ik ga nu even wat eten. Ga ik nog even terug naar Utrecht. Want ik heb later vandaag nog een studiosessie met Yves. Dus op naar Utrecht. Dames en heren, dames en heren. Zoals je ziet, we zitten weer in de auto. Het is momenteel 7:45. We zijn onderweg naar Amsterdam voor een studiosessie met Yves. Hij is een schrijverskamp daar. Ik heb al een beetje op Google Maps gekeken. Het is toch wel een serieuze studio waar we naartoe onderweg zijn. Dus ik zal straks proberen ook even wat te filmen. Voor de mensen die Yves niet kennen. Ik heb wel eens in het verleden een liedje met hem gemaakt. Die gaat zo. Dit ben ik. Laat me niet los, ik heb alles gedaan, om ze redden van kwaad. Je hoeft er niet bij te horen, nee. Jij bent voor je tijd geboren. Ja. Nou, dat is Yves dus. We kennen elkaar goed. We hebben in het verleden al een aantal keer liedjes gemaakt samen. Hij is op dit moment bezig met zijn nieuwe album. En heeft dus gevraagd van, goh Rut, ik heb wat opzetjes hier klaar liggen. Ja, kan je checken of je het tof genoeg vindt om erop te springen. Dus dat ga ik doen. Ik hoop dat het niet een latertje wordt, maar dat zit te dik in. Ik check jullie straks. Aangekomen in Amsterdam, parkeergarage. Ik weet nog niet hoeveel ik hier moet betalen per uur. Als het 4,50 euro is, is het mooi meegenomen. Inmiddels is het woensdagochtend. Het was een lange nacht. Ik was denk ik om 2:30 thuis. We hebben wel wat tofs gemaakt. Het is nu 9:00. Maar zoals ik al eerder in deze video vertelde, is mijn portemonnee dus kwijt. Dus ik moet een nieuw rijbewijs aanvragen. En ik moet nog een nieuwe pasfoto ervoor maken. En de vorige keer toen ik bij dit bedrijf pasfoto's had laten maken, toen hadden ze verkeerde kleuren gebruikt. Was mijn neus niet in het midden, hadden ze hem verkeerd uitgeknipt en was mijn hoofd ook te groot. Dus ik ga nu heel streng zijn en zeggen, joh, als het nou niet goed is, word ik echt helemaal gek. Ah, fijn. Weer een heerlijke dag voor de boeg. En ik neem u natuurlijk mee. Het rijbewijs aanvragen is gelukt. De foto is gelukt. Dat was goed gesneden. Dus dat is heel lekker. Inmiddels ben ik in de studio. Jullie hebben vaak aan mij gevraagd van, goh, kan je eens een keer een studio tour doen? Of een setup tour of iets in die trant? Dat wil ik wel doen. Alleen, het is gewoon niet heel veel meer dan dit eigenlijk. Dit is een Prophet. Dit is een soort reverb kaartje. Heb ik ook al eerder laten zien. Dit zijn de speakers. Gitaartje. Mic. Een hele gemene subwoofer. Nou, dit is een koelkast. Voor de rest een bank, een plant. En dat is het eigenlijk wel. Dus ik zou eigenlijk niet weten. Oh, dit is ook nog wel leuk. Kan ik tikken. Nou, enig. Dat is het dus een beetje. Dus als jullie denken van, hey, ik wil echt specifiek hier iets over zien, laat het weten. Dan ga ik dat regelen. Ik ben nu in de studio, want ik heb even een paar dingen te doen. Aan het eind van de middag is Frank weer, want we gaan dan een video opnemen voor zijn kanaal. En dan moeten we voor naar Duitsland. Dus dat is chill. Ik heb nog voorgesteld om te vliegen, maar die vliegtickets waren te duur. Dus dat wordt een stukje rijden. Maar dat zullen jullie laten zien op zijn kanaal. Omdat ik mijn portemonnee kwijt ben, moet ik natuurlijk ook een nieuwe seizoenskaart aanvragen voor Feyenoord. Nu is het zo dat ik de wachtrij irritant vind. Ik hou niet van wachten, maar in dit geval is het toch wel lekker hoor. Ondertussen ben ik bezig met deze. Laat in die comments weten hoe graag je deze wil. En ook nog iets leuks, hij duurt 2 minuten 52. Dat is even lekker zeg. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Frank heeft me net gebeld en zegt, vandaag gaat het lukken. Ik zeg heel eerlijk, dat scheelt wel een beetje. Want we zouden naar Duitsland gaan. Duitsland is toch weer 1,5 uur rijden. Was ik het hele avondje weer weg. Dus dat is gewoon lekker dat ik nu nog even hier lekker even in de studio kan werken. Tot mijn ballen eraf vallen. En dat doen we natuurlijk. We hebben net even een klein R&B dingetje gemaakt. En dat klinkt eigenlijk een beetje zo. Miss you my baby say. Denk alleen maar aan jouw feest. Over jou komt niemand heen. Blijf zonder jou het liefst alleen. Nu denk ik maar, was je maar hier. Weet wat te doen met jou, wel zeg je niet. Blijf ik nog komen. Tot zover alleen nog maar babytaal. Maar yo, wat klinkt dit sexy zeg. En wat ik dus altijd doe, is dat ik op de master een soundshifter zet. Zodat alles in mijn oren weer een beetje fris klinkt. Omdat ik hem dan in een heel andere toonsoort heb en zo. Als je maar hier, weet wat ik doe met jou. Al zeg je niet, blijf ik nog cool met jou.
Nou, dat is. Dus hij pakt zeg maar die hele master en die doet hij dan een paar tonen omlaag of een paar omhoog. En dan kan je daar weer even naar luisteren. Misschien geeft het weer inspiratie voor nieuwe zanglijntjes of iets. Dat is dus een trucje wat ik altijd doe. We zijn hier nu. Het is nu 4:30. Ik ga nog even een uurtje hier doorwerken. Ga ik lekker naar huis, ga ik eten en dan kunnen we het alweer een dag noemen. Ik krijg dus zojuist de eerste versie binnen van de videoclip van Tussen de Metro's. Die hebben jullie, als het goed is, intussen al gezien. Maar ik zie hem nu dus voor het eerst. En het zal mij heel erg benieuwen. Ik pak mijn sleutel, sluit de deur. De zondagochtend, zelfde sleur. Wachtend op de metro zijn mijn oortjes leeg. Ik voel het al aan alles, dit wordt weer zo meek. Maar aan de overkant sta jij. Wat een banger is dit, zeg. In een uur, hè? Hey. Hey, ik ben er blij mee. Ik ben ook heel benieuwd hoe het wordt ontvangen, aangezien dit nu een soort van eerste one-hour challenge is die een beetje serieus wordt aangepakt in plaats van de meme. Maar leuk, ik ben hyped. Inmiddels is het 6:30. Ik vind het weer mooi geweest voor vandaag. Op naar morgen! Het is inmiddels weer donderdag. Het is 2:30. Ik heb een nieuwe meeting in Amsterdam. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben iets te vroeg. Dus dat brengt me eigenlijk op het volgende idee. Jullie vragen natuurlijk constant om lampen uit te brengen. Alles wat ik doe. Al plaats ik een foto van een hond in mijn story. Dan reageren jullie erop. Ja, leuk die hond. Maar we willen lampen horen. Dus dat heeft me een beetje aan het denken gezet. Ik heb inmiddels een tweede verse erop. Het is gisteren gedaan. En toen heb ik hem naar iemand gestuurd. Die hem wat meer naar de Martin Garrix kant nog op wilde brengen. Want dat was Milo's de vereiste. Van ja, het moet even wat meer beuken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat dat gewoon niet echt mijn smaak is. Dus ik hoor dat en ik denk, ja, het klinkt wel nice, maar het ligt niet echt binnen mijn kunnen. Dus ik dacht, ik kan hem nu even aanzetten. En dat jullie gewoon even in de comments hier beneden even gaan bepalen hoe het klinkt. En of het uit moet komen. Of dat we toch moeten vasthouden aan die oude versie. Ik kom naar huis, dat je lang nog aan. Zieke upcoming. Nou, dat is dus de eerste drop. Dit is dan de tweede drop, die is iets anders. Jullie hebben het gehoord, dus ik wil van jullie eigenlijk weten, hier beneden in de comments, is dit de versie die jullie willen? Want dan ga ik daarvoor zorgen om op Spotify te zetten, et cetera. Ik zie Milo straks ook, dus daar gaan we het er nog even over hebben. Maar laat in ieder geval in die comments weten wat jullie ervan vinden van deze versie. Want daar ben ik benieuwd naar. Ik ga de meeting in, ik zie jullie zo. Dit is niet de enige ezel waarmee ik zit. Dames en heren, het is vrijdag inmiddels. Ik zou gisteren nog gaan filmen bij dat YouTube-feest. Echter was er een open bar. Nou, u raadt het al. Ik hoor niet meer. Frank, het lijkt me niet de bedoeling dat je daar hebt tekend, man. Nee, maar dat was ik niet. Dat was ik niet. Iemand anders. Iemand anders. Ja, wie is dit dan? Wie is dit dan? Dat ben jij, bro. We zijn uit geweest. 8:30 lag ik in bed. Dat was minder. Dus ik zit hier met een flinke helse kater. Maar ik neem hem niet vandaag weer mee, want het is een te gekke weekvlog. Ja, hier aan mijn rechterkant een heerlijke appelpannenkoek. En ik dacht, ik ga voor de pannenkoek met koek. Dames en heren, misschien ben ik wel op de mooiste plek. Maar ik heb net een heerlijk pannenkoekje gegeten. En nu moet ik heel nodig poepen. Je wilt zo zijn dat het wel 4 uur is. En vandaag komt Tussen de Metro's uit de videoclip. Dus hier gaan we even kijken. Die kut aftelklok. Het is ongelofelijk. Dit is eigenlijk een scam, hè. Ik zet hem dus die timer op 4 uur. En dan moet je daar nog 2 minuten wachten. Ik moet echt fucking nodig poepen. 2,2 mensen in de chat. Ik zeg dat je 2,2, maar dan bedoel ik duizenden, hè. Jij ging naar zetten niet enorm. Lekker nummer, zeg. 2,6000 mensen in de chat. Ik heb nog wat te zeggen, hè? Ik moet poepen. Dames en heren, we zitten nu wel in het park. Maar straks ga ik in de auto zitten. Want ik ga door naar de volgende locatie. Ik ga vanavond een video opnemen met Milo en Frank. Bij het volgende shot zie je 1 van de 2. Spannend! Spannend! Wij zijn zojuist bij een fucking zieke opname geweest. Wij hebben een fucking lui spel gedaan. Milo, over enthousiast. Je ziet er nu zo'n beetje aan bijkomen van enthousiast. We zijn er echt ingeluisterd. Is dit voor jouw video dus? Ja. Oh! Hey
mensen, leuk dat jullie er zijn. We hebben een superleuke video opgenomen voor Franks kanaal. Ik denk dat er nog meer allemaal leuke content in deze vlog zit. Ik ben super enthousiast om in deze video te zitten. Dit is een weekvlog. Kijk, zo kan het ook, Frank. Nee, maar Frank, hoe vond je het zelf gaan? Nou, voor wat het uiteindelijk was, ik merkte wel heel erg bij jullie toen... Het was helemaal niks. Nee, toen er geld om zat, dan was het wel bij jullie uiteindelijk... Frank nodigt ons uit voor de video. Hij zegt superleuk. Nee, luister. Ik wilde uiteindelijk gewoon... Ik wilde uiteindelijk... Ik vond het uiteindelijk van... Ik zei van, nou, kijk, we gaan een paar leuke gasten. En niet, hoeft niet per se dat Milo komt. Milo wilde heel graag komen. Nou, prima. Dus die wilde gewoon heel graag komen. Dus op een gegeven moment zei ik, nou, oké. Okay, Ik heb hem niet uitgezet, hè? Dat was Henk. Maar waar is MD Emma? Want die had ons beloofd dat MD Emma zou komen. Ja, wij zouden een video opnemen, een geniale video. Ik had er echt zin in. Wij gingen bierpongen tegen Frank en MD Emma. MD Emma, dat is dat hoedje dat met die hele dildozen in de TikTok poseert. En als je daar hoedjes hebt, dan komt Frank hier in beeld. Dat zijn op zich mensen die niet snel samen ergens heen zouden gaan. Dus ik vond het al bijzonder dat ze nu samen waren. Dus ik had er wel zin in om dat te zien gebeuren. En wat nee, maar samen zijn we überhaupt nooit geweest. Is ze? Daar is ze. Kijk! Oh! Samen zijn we ook wel nooit geweest. Wij komen je aan en ze is er niet. Ik zeg, hé, waar blijft Emma? Die komt weer, zei Frank. Ja, want ze was naar de hondendokter. Of de hondenkapper. Wat was ze aan het doen? Dat was de vorige keer dat ze je af zei. Of was ze haar eigen poes aan het scheren? Was ze het eigen, was ze lekker op zijn hondjes, was ze lekker... Ja, ik ga er echt geen uitspraak over doen. Die hoek kwam dus niet en we stonden met z'n drieën, het was een kutvideo. Hoppakee, ik ben gay. One love, spread the world. Heal the world, make it a better place. Nog een keer? Lieve mensen, het is zaterdag. Ik heb over een uur een barbecue cursus met mijn vader. Het is nu 9:50. Moest je 10:00 zijn. En ik moet toch nog 25 minuten rijden. Dus dat is al niet een heel lekker begin van deze zaterdag. Maar we hebben er weer zin. Want jullie zijn nog steeds met me mee. En als jullie met me mee zijn, is het toch wat gezelliger. Dus ik ga straks nog even wat filmen bij de barbecue cursus. Het weekend officieel. Ja, en we hadden dus een barbecue workshop in de buurt van Zaltbommel. Het was gewoon super fijn. Het was wel een beetje warm. Ik ben zelf niet degene die altijd achter een barbecue staat. Maar ik vond het op zich best interessant. Vooral dit zampie was heel lekker. Ik kon er natuurlijk niet zo gaan vloggen. Dus ik heb er wat beelden met mijn telefoon gemaakt. Maar we hebben genoten. Dames en heren, inmiddels is het zondag, de laatste dag van de week. Wat was het een week? Ik heb gisteren wederom een feestje gehad. Vandaag gaat niks anders worden dan op de bank liggen en Ajax zien verliezen. Hoe lekker kan dat zijn? Zorg dat je geabonneerd bent, zorg dat je liked. Morgen ga ik weer een nieuwe 1-hour challenge opnemen. Dat zien jullie volgende week. En ik zeg, daar ben je mee.